Naar de opmars van de dames 400 meter vrije slagfinale. Met in baan 8 voor Nova, Laura Zets. In baan 1 voor ZPCA, Imani de Jong. Op baan 7 voor de Dolfijn, Robin Neumann. Op baan 2 voor Players Swim Club South Africa, Miché van Rooyen. Op baan 6 voor VZC ENP, Marjolein Delmo. Op baan 3 voor Zwitserland Lane 3, Maria Ugulkova. Op baan 5 voor Aquamigos, Laura van Engelen. En op baan 4 voor de Dolfijn, Esmee Vermeulen. Dit is de finale, dames, 400 meter vrije slag. Take your marks. Daar zijn we begonnen aan deze race 100 meter keerpunt. Een Van Engelen in baan 5, Esmee Vermeulen aan de leiding in baan 4. De Volkova, derde positie, aan nummer 3. Die gaat zo mooi naar voren, want ze lag nog in derde positie op het 50 meter keerpunt. En nu 100 meter keerpunt, de tweede positie naast Vermeulen. Dan gaat het wat langzamer dan vanmorgen, tenminste tot nu toe. Vermeulen vanmorgen doorkomsttijd op 200 meter in 2.02.34. Op 2.02.82 in tweede positie. Vukova daar, zijn nu aan de leiding, de Zwitserse in baan nummer 3. En dan probeert Vermeulen zo iedere keer weer bij te pakken. De keerpunten lijken het voordeel van Vermeulen. De race zwemmen, de afstand een voordeel van Ugulkova. Zo gaan we richting het keerpunt 300 meter. Aan de overzijde nu keren de dames voor 300 meter. En
Vukova heeft nu afstand genomen van Vermeulen. Tweede positie, derde positie dus voor Laura van Engelen. En om het Nederlands kampioenschap is het ook belangrijk. Dus Brazil bronzen plaats, dus de vierde positie voor Marjolein Delmo in baan nummer 6. In gevecht met Laura van Engelen. Laura van Engelen armlengte voorsprong. Laatste baan dus voor deze dames. Dan is dus de hele setting compleet. Dus Ugrukova die hier ruim aan de leiding gaat. Vermeulen dus in tweede positie. Van Engelen 3. Delmo daar vierde. Probeert daar nog wat sneller te gaan. Gaat ze dan daar nog Van Engelen voorbij aan het einde? Net niet. Het is Ugrukova. Zij de snelste. 4.08.75. De tweede tijd voor Esmee Vermeulen. En zij de snelste Nederlandse. 4.09.69. De derde tijd voor Van Engelen. En de vierde tijd voor Marjolein Delmo. Dat zou dan de bronzen tijd betekenen. Mooie verbetering nog een keer van het persoonlijke record van Imani de Jong in baan nummer 1. Dat heeft ze nu intussen met 12 seconden verbeterd in twee series goed gedaan. De officiële uitslag, dames en heren, is in beeld. De snelste vanmiddag, Maria Ugrukova.